Ajax-PSV staat voor de deur. Ja, we weten het allemaal. En iedereen is altijd maar in discussie over wie wordt er nou kampioen. Dat is nu al een hele tijd aan de gang. Wordt het Ajax, wordt het PSV. Kijk, de rest doet gewoon niet mee. Ook ik weet gewoon met mijn Feyenoord-hartje dat Feyenoord niet mee gaat doen om het kampioenschap. Dat gaat gewoon tussen Ajax en PSV. En daarom is de wedstrijd Ajax-PSV ook van zo'n belang. Ja, en iedereen kijkt daarnaar uit. Ik ook. Want we hebben al een hele tijd geen grote wedstrijden gehad in Nederland. Nee, bewust niet. Nee, we moesten eerst allemaal al die kleine wedstrijdjes afwerken. En dan zouden we pas met de competitie gaan beginnen. Nou, dat staat nu te gebeuren dan. En ik zat door oude opnames heen te bladeren en te kijken, wat dat doe ik soms. En wat kwam ik tegen? 3 jaar geleden was ik in Zeeland en ergens in de buurt van Zoutelanden. En daar zag ik een hele grote trap omhoog. En ik dacht bij mezelf, als ik daar nou eens treetje voor treetje omhoog ga, heel langzaam, en dan kunnen we bepalen wie er kampioen wordt van Nederland. Ajax of PSV. Nou, die opname, die wil ik jullie nog eens een keertje laten zien. Vrienden, kijk even met mij mee. Kijk even mee. Zo, is dat even een trap zeg. Hier in Zeeland gaan we even uitmaken wie de kampioen gaat worden. Ajax of PSV. Komt ie, hè? Let op. We gaan. Ajax, PSV, Ajax, PSV.